Visbedrijf Sail past niet meer in het steeds meer toeristisch wordend gebied aan de Anton Drachtenweg. Dit stelde landbouwminister Prahlaad Seudin gisteren tegenover journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman geeft verder aan dat Sail van de hand gedaan moet worden. Nee, kijk. Sail heeft een aantal nadelen. Sail heeft ooit een ontwikkelingsrol gehad, 60, 70 jaar geleden. Begin jaren 80 overgenomen door de overheid. Maar die rol heeft Sail niet meer. Ten tweede, Sail past niet meer als je kijkt naar het gebied tussen Torarica en Marriott. Het is allemaal toeristisch aan het worden. Wat we wel nu hebben gedaan, Sail zat wel op de lijst om van de hand te doen. En die onderhandelingen zijn op dit moment gaande. De minister zei ook dat er gesprekken met vakorganisaties gaande zijn om Sail van de hand te doen. Toeristische doeleinden zijn volgens de bewindsman de voornaamste reden voor het besluit. Volgens Seudin zijn er veel geïnteresseerden vanuit verschillende organisaties.